Nou, ik ben ziek geweest en ik kreeg vaak heel veel pijne dingen. Maar gelukkig is het nu weer overgegaan. Maar toen ik ziek was, had ik ook heel erg kaal haar. Maar gelukkig heb ik nu weer heel veel haar gekregen. Roos de Bruin is een leerling van Montessori Basisschool Steigereiland. 4 jaar lang had ze een hersentumor, maar door chemotherapie is ze nu weer kankervrij. Door de chemo was ze wel een tijdje al haar haar verloren. Dit bracht de school op het idee om haar te doneren aan Stichting Haarwensen. Die stichting geeft pruiken weg aan zieke kinderen. Al snel stonden de vrijwilligers in de rij om hun haar te doneren. Mijn haar was ongeveer tot hier of zo. Ongeveer tot hier. Dus ongeveer tot hier? Ja, ik had het wel altijd los eigenlijk, maar ze hebben het in hun staart afgeknipt. Toen ik al die staarten zag liggen, want ik had best wel dik haar, dan zag je allemaal van die dunne staarten en dan ineens mijn bos zo ertussen. Ja. Dus het zag weer heel grappig uit. Hoe reageerden mensen op je nieuwe kapsel? Ja, ze moesten wel even wennen. En mijn broertje dacht dat ik zijn vriend Teun was. Het heeft wel lef nodig, hè, om je haar zo kort te knippen. Ja. Zou jij het doen? Nee. Geen spijt? Ik vind het wel goed dat ik het voor de kinderen heb gedaan die kanker hebben. Of een ziekte hebben. Maar ik vond het wel mooier eerst. Stichting Haarwensen geeft elke week 4 pruiken weg. Wie ook haar wil doneren, kan dat doen via de website van Stichting Haarwensen.